Preventief fouilleren is een besluit van mij om een gebied aan te wijzen waar gefouilleerd kan worden. En het fouilleren gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. En het aardige van het fouilleren zoals wij dat hier doen is dat zonder aanzien des persoons is. We doen het wie er in het gebied ook is, wie er op locatie is. We doen het allemaal. We gaan niet selectief shoppen. We gaan niet zeggen ouderen doen we niet, blanken doen we niet, kinderen doen we niet, gehandicapten doen we niet. Wij hebben wel eens in het verleden een vuurwapen aangetroffen in een kinderwagen onder een baby. Dus als we dat niet meer fouilleren, dan weet ik wel wat er gaat gebeuren. Dan krijg je dat de ouderen vervolgens geworven gaan worden om drugs te transporteren. Ja, want die worden niet meer gefouilleerd. Ik vind dat niet alleen slecht voor het fenomeen dat je zonder aanzien des persoons fouilleert. Maar ik vind het zelfs ondoordacht. Maar ik begrijp wel de emotie die daaronder ligt van ja, ouderen, want stel je voor, onschuldig, eventueel, wat dan? Ja, maar dat instrument is bedoeld. Het is een bot instrument. Ik heb al eens eerder gezegd, dat is niet het mooiste wat er is in politieland voor de veiligheidsaanpak. Maar we hebben het wel hard nodig. En kijk naar de brief die ik recent naar de gemeenteraad heb gestuurd. Hoe vaak wel vuurwapens en andere steekwapens zijn aangetroffen. En elke wapen die we van de markt halen is in potentie een hoop ellende minder voor de stad. Ik ga heel graag het debat wederom weer met de gemeenteraad aan. Maar ik vind het idee van Leefbaar Rotterdam om het selectief toe te passen. Daar zal ik nooit aan beginnen, want dan weet ik wat er gebeurt in Rotterdam. Want op welke grond, van welke criteria wel en of niet. Maar het andere argument van GroenLinks om daar helemaal maar vanaf te zien, vind ik ook ondoordacht. Want dat is wel heel erg door een grote roze bril naar de samenleving kijken. Ja. En specifiek, heeft u dit filmpje ook meegekregen? Heeft u dat gezien? Ik heb het filmpje gezien. Ik heb ook een gesprek erover gehad met de korpschef. En ik heb Frank Pauw gevraagd om mij de komende dagen beter te informeren over wat zich precies afgespeeld heeft. En dat we daar ergens volgende week met elkaar in de driehoek over spreken. Ik heb die informatie nog niet gedetailleerd. En ik ga niet zomaar af op een filmpje. Nee. Nou was dit een hele oude mevrouw. Stel dat het nou volledig onterecht was. Krijgt zij dan nog excuses? Hoe moet ik me dat voorstellen? Het blijkt dus nu al blijkt in de lucht dat je overal excuses moet aanbieden. Wij hebben de aanpak in Rotterdam en in Nederland in de algemeenheid is preventief fouilleren is zonder aanzien des persoons. En dat kan u overkomen, het kan mij overkomen. Op Schiphol wordt u ook gefouilleerd, ik word ook gefouilleerd langs dezelfde meetlat. En dus ook als je niets te melden hebt, als er geen wapens aangetroffen zijn, nou, dan kun je gewoon lekker verder gaan. Het gaat daar, het belangrijkste is bejegening. Worden de mensen goed bejegend? Hebben de mensen het gevoel dat zij netjes als mens bejegend zijn? Dat is het enige criterium waar we naar kijken. Niet of er wel of niet iets aangetroffen, want dat is inherent aan het instrument. Je kunt iets vinden, je kunt iets niet vinden. En als je niets gevonden hebt, hoef je ook geen excuus aan te bieden. Dus dat deze mevrouw zo gefouilleerd is, dat is prima. Ik heb nogmaals, u praat nu over deze casus. Ik wil alle feiten van de casus zelf weten. En als mevrouw zelf het gevoel heeft dat zij niet goed behandeld is, staat het haar vrij om aangifte te doen of een melding van te maken of een klacht in te dienen. Voor zover ik weet, as we speak op dit moment, heeft mevrouw nog zelf geen klacht ingediend.